Ja, hoi. Hey, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben een nieuwe studio aan het maken. Ja, is dat nodig dan? Het kan natuurlijk veel mooier, maar daar heb ik jullie hulp bij nodig. We hebben namelijk al best wel veel mooie tekeningen van jullie ontvangen over kinderrechten. Yeah! Zoals deze van Nienke en deze van Eliane. Dus als jij nou een mooie tekening hebt over kinderrechten, stuur hem naar ons op. Ja, maar wat is jullie adres dan? Nou, dat kan naar dit adres. En als je hem daar naartoe opstuurt, dan zorg ik dat hij hier in de studio komt hangen. Prachtig. Huh? 3, 2, 1, 2, 3! Dank jullie wel voor alle reacties op de video's van afgelopen week. Zoals deze. We lezen echt al jullie reacties en we proberen altijd te liken, te reageren of een hartje te geven op je reactie. Dus blijf het zeker doen, want dat vinden we echt heel erg cool. Komende donderdag is het weer en om 4 uur precies gaat er een nieuwe film in première hier op ons YouTube-kanaal. Maar ik ben benieuwd, filmcoach Jeroen. Hoe was het eigenlijk bij die groep om die film te maken? Fantastisch, ja. Het is echt een, het is een hele goede groep. Ze acteren supergoed, ze zijn enthousiast. Yes! Zijn jullie klaar voor de trailer van de film? Ja! Mooi, want dat is de film Crimineeltje. En die heeft 2 kinderrechten, namelijk artikel nummer 5 over de taak van de ouders en artikel nummer 9, en dat is het recht op contact met je ouders. Nou, laten we maar eens gaan kijken naar de trailer van de film. Hey, crimineeltje, hallo! Waarom noem je mij crimineeltje? Haha, daar is crimineeltje! Crimineeltje! Ik word de laatste tijd crimineeltje genoemd. En ik weet niet eens waarom. Neeltje, wat ben jij aan het doen? Huh? Wat? Wie? Ik? Pa! Ze is op haar telefoon aan het kijken! Jij vieze verrader! Ik vind het gewoon niet leuk als jullie ruzie maken. Rustig, maar je bent wel echt een broertje. Echte broertje? Waar heb je het over? Neeltje, we moeten je iets vertellen. Wat dan? Haha, daar is crimineeltje! Heb jij eigenlijk de winnende kinderrechtenfilm van vorig schooljaar gezien? Nee? Nou, let op. Komt-ie, hè? 1, 2, 3. Kijk, zo, hier. Nu kun je hem zien. Zeg, hey, dankjewel voor het kijken. En natuurlijk tot donderdag bij een nieuwe kinderrechtenfilm. En anders tot maandag bij een nieuwe Filmcoach Freek.